In het eerste gedeelte van dit stuk gaat Jezus in op de vraag wie hem zal verraden. In het tweede gedeelte gaat het over het avondmaal. De onderhuidse spanning die we in de dissonante akkoorden horen, komt bij de wending naar es wäre ihm besser, dass derselbige Mensch noch nie geboren wäre, tot uitbarsting. Es wäre ihm besser, dass derselbige Mensch noch nie geboren wäre. In de uitwisseling tussen Judas en Jezus horen we hoe mooi en effectief Bach de eenvoudige noten heeft gekozen. Bin ich's Rabbi klinkt tegelijkertijd angstig en een beetje provocatief, terwijl het antwoord van Jezus iets van een verzuchting heeft. Deze verdrietige strijkersbegeleiding bij Du Sagest grijpt terug op de vooruitblik op Jezus' begrafenis in het recitatief nummer 4. Hat sie getan, dass man nicht begraben wird. De droevige stemming verdwijnt en de begeleiding van de woorden waarmee Jezus het avondmaal inzet klinkt heel anders dan de stralend kransmuziek waarmee zijn woorden tot nu toe werden omgeven. Deze muziek wordt verder ontwikkeld in het volgende gedeelte, Trinket alle daraus. Je kunt er van alles in horen, vrijgevigheid, liefdevolle aandacht. De als puur bekend staande toonsoort C majeur en de wiegende zeskwartsmaat geven daar alle ruimte voor. Eén motief wil ik nog graag bespreken, het zogenaamde kelkmotief, waarmee de kelk wordt uitgebeeld waarin Jezus' bloed wordt opgevangen. Deze figuur ziet er op papier uit als een kommetje en hij zal straks de voornaamste bouwsteen zijn voor de aria Ich will dir mein Herz schenken.